De Werknemersfederatie Universiteit, WFU, zal morgenochtend om 8 uur haar acties opschorten. Dat is vanmorgen besloten na een korte ontmoeting van het bestuur met president Ashwin Adin, met vice-president Ashwin Adin. De belangrijkste eis van de WFU is uitbetaling van salarissen met terugwerkende kracht. De actie is vanmorgen verplaatst van het universiteitscomplex naar het Medisch Wetenschappelijk Instituut aan de Kerncampweg. Gewapend met protestborden gingen de personeelsleden onder aanvoering van het bestuur van de WFU vanuit het MWI naar het regeringsgebouw om VP Adin te ontmoeten. Er was vooraf geen afspraak met de VP. Adin was niet aanwezig, maar liet via zijn secretariaat weten dat hij bereid was om het bestuur te ontvangen. WFU-voorzitter Hugo Blanker gaf dit door aan zijn leden. Wij zullen zo dadelijk worden uitgenodigd, een delegatie van 6 man van het bestuur. Zij hadden gezegd 3. We hebben gezegd 6. En het ging moeilijk, we hebben gezegd dat geen. Hugo Blanker, voorzitter van de WFU. VP Adin ontving niet lang daarna het bestuur van de federatie. Blanker zegt in gesprek met onze nieuwsdienst dat de VP heeft aangegeven dat de salarissen met TWK, zoals was overeengekomen, zullen worden uitbetaald. Op basis van die toezegging is de actie opgeschort. In de tussentijd zal verder worden onderhandeld. Nou, wat eruit is voorgekomen is dat de uitvoering... Dat het, hoe heet het? Het akkoord dat met het bestuur was bereikt een paar maanden geleden. Dus, de uitvoering van het akkoord voortgang vindt. Zoals u weet, hebben we verzet gekomen omdat eenzijdig was bepaald dat de TWK overheid waar everywhere niet uitbetaald zouden worden. Nou, dat is opgegeven met het gesprek van de vicepresident. Het wordt dus nu wel uitbetaald. Intussen weten kan worden bedienen gaan dat alles wat betreft de achterstand, zoals afgesproken was in plaats van januari, dat wordt nu, wat in januari was uitbetaald, wordt nu in februari uitbetaald. Een belangrijk punt is ook dat de kwestie van de gepensioneerden van voor 2017, dat de VP, want dat was ook een van onze punten, heeft aangegeven dat ook dat probleem is opgelost. En ik weet of hij zei 15 februari, maar in elk geval voor 15 maart, rond 15 maart moet dat probleem zijn opgelost. De acties worden in het ingang van morgen om 8 uur opgeschort. Ja. Aldus Hugo Blanker, hij is voorzitter van de WFU. Het personeel van de universiteit werkt vanaf morgenochtend 8 uur weer normaal.